Vandaag bouw ik een boerderij op mijn Minecraft One Block. En zoals je ziet ben ik net wakker geworden in mijn gloednieuwe huisje die ik in de vorige aflevering heb gebouwd. Maar laten we eens naar buiten lopen, want daar gaan we het vandaag eens over hebben. Jullie zien namelijk hier mijn kip Burger en mijn varken die nog geen naam heeft, in dit hele kleine hok zitten. En daar wil ik in deze aflevering verandering aan gaan brengen. Maar eerst gaan we mijn varken eens een naam geven. In de vorige aflevering vroeg ik jullie namelijk een naam te verzinnen voor mijn varken. En dat hebben jullie ook zeker gedaan. Nadia kwam namelijk met de naam Piggy. En dat vind ik best wel een leuke naam. Dus bij deze heet het varken Piggy en de kip heet Burger. Maar in deze aflevering wil ik dus een nieuw hok gaan bouwen voor mijn dieren. Want dit kan echt niet. Oké, allereerst hebben we wat meer hekjes nodig. En die hebben we hier in de kist zitten. Als het goed is, ik kan ze eigenlijk alleen niet vinden. Ah, hier. Oké, hier zijn ze. Top. Oké, we hebben 26 hekjes. Dat is zeker wel genoeg. Dus laten we eerst het eiland eens uitbreiden. Want dit is echt niet groot genoeg voor het hok wat ik in gedachten heb. En dat gaan we natuurlijk even doen met wat dirt. Daar hebben we er heel veel van namelijk. Zodat we natuurlijk genoeg ruimte hebben voor het hok van Piggy en van Burger. Oké, zo is het eigenlijk wel groot genoeg. Maar laat ik eerst even deze stenen weghakken, want dit ziet echt heel lelijk uit. Dat doe ik op deze manier. En dan vervangen we dit even met wat dirt. Dat is al een stuk mooier, denk ik. Kijk eens aan. Oké, laten we nu dit hok eens eventjes gaan uitbreiden. En dat wil ik doen op deze manier. En dan wil ik hem ongeveer zo groot maken. Even kijken hoe groot precies. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is eigenlijk wel groot genoeg. Oké, maar hoe gaan we Piggy en Burger in dit hok krijgen? Dat is eigenlijk gewoon op deze manier even een gat in het hek maken. En dan gewoon erheen laten lokken. Nou, Piggy en Burger, kom maar even mee. Kom maar even met me mee hier zo. Hallo? Burger? Ja, daar komen ze. Hey. Nee, niet daarheen, niet daarheen. Niet er vanaf, nee, Burger, blijf nou hier. Oké, ga maar in mijn hok, Burger. Ik bedoel, Piggy. Kom maar in mijn hok. Kom Piggy, weg nou eens mee. Hij gaat onder mijn huis zitten. Oké, ik moet iets halen. Oké, voor de kip kunnen we zaad gebruiken. Maar voor het varkentje hebben we volgens mij wortels nodig. Ja, dat wordt lastig. Misschien dat Burger ook wel interesse heeft in deze soort zaden. Kom maar even mee. Ja, Burger heeft zeker interesse in deze zaadjes. En Piggy, kom jij ook? Nee, Piggy komt niet mee. Oké, dan moet ik hem eventjes zelf daarheen gaan duwen, denk ik. Piggy, niet daarheen. Oh mijn god, hij werkt niet mee. Oh, Piggy. Oké, mensen, het heeft eventjes geduurd. Maar Piggy zit eindelijk in het hok samen met Burger. Dat is heel nice. Nu kunnen we natuurlijk ook goed bij dit blok komen. Maar we krijgen tot nu toe eigenlijk alleen maar saaie blokken. En niet echt diamonds of zo. Ik vraag me echt af wanneer we onze eerste diamonds kunnen krijgen. Dat zou echt heel nice zijn. Maar tot nu toe krijgen we alleen maar hout. En nog een varken. Ja, we hebben een vriendje voor Piggy. Nou, mensen, laat even een leuke naam achter voor dit varken. Ik ben wel benieuwd naar welke naam jullie kunnen verzinnen. Maar allereerst laten we jou eventjes het hok en verplaatsen. Dan doen we even een gat in dit hok plaatsen. Maar hij werkt niet mee. Oh mijn god. Oké, dat komt later wel. Maar eigenlijk hebben Piggy en Burger nog iets nodig in het hok. Want het hok is nu best wel saai. Ik zat te denken aan misschien een drinkbak of zo. Want ze hebben vast ooit wel een keer dorst, toch? Dus laten we eventjes hier een kuil maken in deze hoek. Ja, hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee. Kunnen we gewoon water daarin zetten misschien in die kuil? Maar dan stroomt het wel naar beneden. Ik weet niet of dat zo mooi is eigenlijk. Ja. Hoe wil ik het anders gaan doen? Hoe wil ik hier onder mijn huis komen? Dit is echt heel lang. Ik heb een idee. Ik kan natuurlijk met de waterstroom kan ik gebruik van gaan maken. Op deze manier. En dan kan ik zeg maar zo. Kijk. Dit is mooi. Kijk, nu is het echt maar één kuiltje. Dan kunnen mijn dieren ook niet naar beneden vallen natuurlijk. Trouwens, waar is Burger naartoe? Nee. Is Burger nou in het water gevallen? Nee, waar is Burger? Oh mijn god, mensen. Burger is dood. Wat? Nee. Waar is Burger heen? Oh mijn god, mensen. Burger. Oh mijn god. De vorige aflevering was die ook al vermist. Oké, dan moeten we maar even dit varken ook in het hok gaan krijgen. Zodat Piggy niet helemaal alleen is. Dus werk maar even mee, varkentje. Maar ik maak ook even een gat in dit hok. Dan kan die wat makkelijker naar... Wat? Burger is daar en het andere varken is opeens gediespand. Wat gebeurt er allemaal, mensen? Dit is zo raar. Oké, maar fijn dat je er nog bent, Burger. Maar het andere varken is weg. Oké. Nou, Burger, kom maar snel ook even het hok... Hij is weer weg. Ik weet niet waar hij steeds heen gaat, maar Burger is gewoon weer vermist. Ik dacht, ik wil hem weer even in mijn hok gaan zetten, maar mijn varken is vermist. Burger is vermist. En Piggy zit in het water. Wat gebeurt er allemaal, mensen? Oh mijn god. Is het maar goed dat ik hier een blokje onder gezet heb, anders was hij gewoon helemaal naar beneden gevallen. Oké, maar wat ik me nu opeens bedenk, als het bijvoorbeeld een keer gaat regenen, dan wordt Piggy hartstikke nat. En dat wil ik gaan voorkomen. Ik wil namelijk een dak boven dit hok gaan bouwen. En dat wil ik gaan doen met deze hekjes.
stel ik het even iets hoger. Hey, burger, wat staat burger hier nou weer? Burger gaat daarheen. Waar gaat hij allemaal naartoe? Ik heb echt geen idee wat hij allemaal doet. Nou, burger, niet in mijn huis gaan. Burger, kom nou gewoon mee. Kom, burger. Ja, dankjewel. Kom mee in het hok, ja? Kom hier, burger. Oké, dat is fijn. Die zit nu in het hok. We kunnen nu het dak gaan bouwen van het hok. En dat wil ik doen door middel van op de hoeken palen te maken. Van, ik denk zo'n 3 blokken hoog. Op deze manier. Nu hebben we wel een klein probleempje aangezien we op deze hoek geen paal kunnen maken. Omdat hier mijn huis staat. Even denken. Hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat we gewoon een dak moeten gaan maken. En dat het vanzelf wel goed komt. Oké, we moeten even wat slabs maken. Want ik wil daarvan het dak gaan maken. En dat wil ik doen met oak log. Dus doen we op deze manier. Maken we even wat slabs. Ja, kijk, 18 slabs. Dat is zeker wel genoeg. En dan connecten we dit allemaal met elkaar. Op deze manier. Alleen is dit eigenlijk niet heel mooi. Zie ik op deze... Ja, dit is echt niet zo mooi. Wacht. Dan halen we deze gewoon even weg. Kijk. Nee, want nu zweeft het letterlijk. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Even nadenken. Wacht, dan doen we dit zo. Dan plaatsen we nog een slab op. En dan hakken we de onderste weg. Misschien op die manier. Ja, dit is top, mensen. Dit is top. Dan moeten we dit allemaal eventjes één blokje hoger gaan zetten. Dan doen we gewoon eventjes zo. En dan hakken we alle onderste gewoon even weg. Ja, kijk, dit is al mooier. En dan doen we ook slabs aan deze kant natuurlijk. En dan ook nog met mijn huis gaan we dit connecten, denk ik. Hoe gaan we dit doen? Gewoon op deze manier. En dan doen we het gewoon op deze manier af. Maar we missen één slab. Ben je serieus? Kijk, maken we er een paar erbij. Oké, top. Nu is het ongeveer wel af, denk ik. Maar ja, je ziet dat er geen dak staat, maar eigenlijk alleen maar de buitenkant. Het dak wil ik gaan maken van glas namelijk. Maar ik weet eigenlijk niet of we genoeg glas hebben. Laten we eens even kijken. We hebben hier 3 glas. Dat is zeker niet genoeg. Ik denk eigenlijk dat we misschien wat meer moeten gaan minen, zodat we wat meer zand kunnen krijgen en dat we dan wat meer glas kunnen maken. Dus laten we even gaan minen. Wat is dit? We hebben een villager gekregen. Wat? Oké, villager, kom mee. Jij moet ook in het hok. Ik weet wat ik anders met je aan moet, dus kom maar even mee, villager. Kom, villager. Villager. Ze werken allemaal niet mee. Wacht. Villager, wat ga je doen? Kom mee, villager. Ja, dankjewel. He, eindelijk. Kom mee, villager. Villager, hier is de ingang. Oh, hij is zo vervelend, die villager. Hij gaat gewoon in mijn huis zitten. Oké, ja, ook prima. Ik vind het helemaal goed, zolang je de huur betaalt, ja? Nee? Hij wil de huur ineens betalen. Wat is dit dan? Hij loopt gewoon weg. Oké, is prima. Ga maar hier ergens buiten op mijn eiland lopen dan. Vind ik helemaal goed. Oké, maar we moeten gaan minen. We moeten verder met minen, want we willen wat meer glas maken. En we hebben een schaap. Oh mijn god, mensen. We krijgen zoveel dieren. Villagers, we krijgen alles. Maar dat is helemaal top. Dit schaap kunnen we ook in het hok krijgen, denk ik. Als hij mij even volgt. Hij volgt mij niet. Oké. We moeten hem scheren. Want ik wil natuurlijk een bed bouwen. Laat ik eventjes een schaar maken. Hebben we ijzer? Even kijken. We hebben 5 ijzer. Kunnen we dat in de oven leggen misschien? Ja, dat kunnen we in de oven leggen. Dan kunnen we een schaar maken. En dan kunnen we de schaap gaan knippen. En uiteindelijk een bed maken. Laat ik maar gauw even een schaar maken. En dan gaan we het schaap knippen. Zo, op deze manier. Schaapie, schaapie. Oh, hij staat daar. Ik dacht even dat hij weg was. Oh mijn god. Schaapje, kom hier. En we hebben 3 wol gekregen. Dat is precies genoeg. Perfect. Dankjewel, schaap. En niet zo op deze rand lopen. Dadelijk val je dan nog af. Oké, maar laten we maar even snel een bed gaan bouwen. Zo. Kijk, een mooi wit bed. Perfect. Die zetten we in de hoek neer. Maar ik bedenk me nu iets. Eigenlijk wil ik geen wit bed. Eigenlijk wil ik een oranje bed. Dus laten we het bed maar weer snel weghakken. Dan pakken we even de orange dye uit de kist. En dan maken we het bed mooi oranje. Kijk eens hoe mooi dit bed is. Ik heb nu al zin om te gaan slapen. Maar laten we even gaan minen zodat we dadelijk wat glas kunnen maken. Even kijken, hoeveel zand hebben we inmiddels? We hebben 2 sandstone. Oké, en wat hebben we hier? We hebben 6 zand gekregen. Oké, dat is al prima. Dus laten we even het zand even in de oven leggen. En in deze kist zitten ook nog 3 blokjes glas. Dus die kunnen we mooi gebruiken. Dan hebben we 9 glas in totaal. Dat moet denk ik wel genoeg zijn voor het dak. Laten we even kijken. Zo. Ja, we komen er nog een paar tekort helaas. Oké. Maar je ziet op zich wel dat het best mooi kan worden op deze manier. Dus laten we nog even verder gaan minen om wat meer glas te maken. Oh, we krijgen een skelet. Oké, ga dood. Ik ga dood. Ik ben twee hartjes. Ik moet snel eten. Oh mijn god, villager protect me. Beveilig me, bescherm me. Oh, ik sta de villager progelijk. Oh mijn god, oh, ik ben bijna dood. Oh, dat scheelde echt niks. Ik heb zelfs een skeleton head gekregen. Oké, nice. Dan kunnen we die opzetten. Dat is echt heel mooi. Kijk hoe we eruit zien. We zijn een skelet. Oké, laten we maar
even verder gaan minen. Oh, diamonds! Oh mijn god, we hebben diamonds gekregen. Oh mijn god, mensen. We hebben onze eerste diamonds op de one block. Yes! Oké, maar nu kunnen we dat natuurlijk niet hakken met onze stenen pickaxe. Laten we even een ijzeren pickaxe gaan maken. We hebben hier toevallig wat ijzer in liggen. Dus laten we even een ijzeren pickaxe maken, mensen. Even wat stokjes. Dan even de pickaxe. Oh mijn god, onze eerste diamonds. Dit is echt heel ziek. Oké, daar gaan we, mensen. Dit is het moment waar we al op gewacht hebben. Ja, 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 we hebben diamonds. Oké, maar wat belangrijker is dan diamonds is zand. En ja, dat hebben we nog niet genoeg. Dus laten we even gaan minen. Nee, nee, oh mijn god, de creeper heeft de villager opgeblazen. Nee, de villager is dood. Mensen reageren even allemaal rip in de comments. Oh, wat jammer nou. Is de villager gewoon overleden? Alweer diamonds, mensen. Het zit ons echt mee. Yes, we hebben weer diamonds. Top. En alweer hebben we diamonds, mensen. Dit is abnormaal. We hebben 3 diamonds in deze aflevering gekregen. Dit is echt super ziek. Yes, daar is hij toch. Onze 7e zand. Yes, perfecto. Oké, laten we dat gauw in de oven leggen en even wat glas maken. Zo, op deze manier. Oké, kijk eens aan. Ons glas is klaar. Laten we dat snel maar even in ons dak gaan bouwen. Zo, 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 zo. En zo. Kijk, ons dak is helemaal af. Oké, nu moeten we nog 1 dingetje doen en dan is ons hok helemaal af. En dat zijn deze lanterns plaatsen. Ik wil namelijk aan een aantal hoeken wil ik wat lanterns hebben. Dus ik denk hier eentje. Dan wil ik hier eentje. En dan wil ik er daar nog eentje. Dan even kijken hoe het eruit ziet. Kijk, dit is best wel leuk toch, mensen? Dan is ons dierenhok nu gewoon helemaal af. En trouwens, wat is mijn skin aan het doen? Wat? Oké, maar dit was de video. Vond je het wel leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jou de volgende keer weer. Doei!